Robert-Jan, de eerste tee van het KLM Open. Wat dacht jij toen je hier zondagochtend stond? Ik dacht dat is mijn laatste rondje. Mijn laatste rondje dit jaar en ooit in Nederland. Het was een raar gevoel. Op een gegeven moment leef je natuurlijk daar toch wel lang naartoe. Ik bedoel, een jaar geleden aangekondigd dat het zo zou zijn. En dan denk je inderdaad van oké, nu sta ik hier, dit is nu het laatste rondje. Maar dan gaat het ook wel heel snel weer over in toch eigenlijk focus en concentratie om een zo goed mogelijk rondje te spelen. En dan sla je die eerste afslag en dan is het ook meteen een soort van game face on. En dan denk je daar niet meer aan terug op dat moment. Tot dat moment, je loopt hier naartoe, er staan echt honderden mensen. Kan je het dan al afsluiten of geniet je er dan wel een beetje van? Je geniet er wel van. Zeker omdat het weekend was. Kijk, op donderdag, vrijdag was het anders. Dan stond ik hier een stuk zenuwachtiger dan op zondag. Toch is het wel raar. Dit is denk ik zoveel ervaring. Je bent zo vaak die eerste tee opgelopen. En of dat nou hier is of op een ander toernooi. Dan eenmaal door het touw heen, dan gaat die focus aan. Dan zit je in een soort ritme, routine met je caddy natuurlijk. Weet je, wind, clubkeuze. En dan gaat het bijna vanzelf, om het zo te zeggen. Ja, je zegt even donderdag, vrijdag was het wel anders. Was je er wel van bewust dat je de cut nu echt per se wilde halen? Ja, dat heb ik altijd al gehad, maar misschien nu nog wel meer. Het is, je wil zo graag en het enige wat in sport natuurlijk niet werkt is te graag willen. Dus dat was het moeilijke. Dus je probeert jezelf gewoon te vertellen en het is allemaal heel cliché van ik moet ervan genieten, want het is misschien mijn laatste KLM, het is de laatste twee dagen als je het weekend niet haalt. Maar ook dan weer, na 2-3 holes is dat ook weer weg en dan zit je weer in een toernooi en dan zoals elk ander toernooi wil je zo gewoon zo goed mogelijk spelen. Maar gelukkig haalde ik het ook vrij makkelijk. En heb ik niet die stress gehad inderdaad van ik moet nog een par maken om het te halen of zo. Dus dat is mij dit keer in ieder geval gegund om het rustig uit te spelen op vrijdagmiddag. Op zaterdag was dat stressmoment er misschien ook nog geleefd omdat we een 2-tee start hadden natuurlijk. Eindigen op 9. Liever niet. Nee, ik hoorde dat inderdaad. Ik sprak Daan op geloof vrijdag en toen zei hij al van het wordt 3 balletjes op zaterdag en 3 balletjes zondag. En dat is wel vaker. Maar niet een 2-tee start. Maar dat was in verband met het Evian Masters. En toen dacht ik ook van nu moet ik goed spelen. Dus, maar dat is wel heel grappig dat ik dat inderdaad dacht van tevoren. En toen op de tee denk je het van ik hoop vandaag dat het een goed rondje wordt. Maar dan ben je weg en dan is het eigenlijk weer weg tot hole 15, 16. Toen moet ik zeggen dat ik er weer aan dacht. Maar toen stond ik eigenlijk vrij goed dat ik dacht van dat moet wel goed zitten. En dan weet je dat er een mooie zondag in het verschiet ligt. Ja, dat die zo mooi zou zijn, dat wist ik natuurlijk ook niet. Maar dat in ieder geval dat het droomplaatje of het draaiboek lag klaar, om het zo te zeggen. Van 1 starten op 18 binnenkomen met volle tribunes. Maar dat het zo een geweldige dag werd met supergoede playing partners die ik had. Die heel relaxed waren. Die mij gunden om in mijn eentje de green van 18 te betreden. Met heel veel mensen eromheen. Met kraagje uiteindelijk omhoog, wat ik achteraf hoorde. Maar op dat moment was ik zo met mezelf bezig dat ik dat niet eens gezien heb. En dan is het een droomfinale, dat je het zo mag afsluiten door het gewaardeerde publiek die je waardeert op dat moment. Voor 20 jaar golf, goede momenten, slechte momenten. Dan is dat ik denk wel een van mijn mooiste dagen in mijn golfcarrière. Robert-Jan, 20 jaar KLM Open. Wat kan je nog herinneren van je eerste deelname? De eerste 3 jaar was als amateur op Hilversum. En het grappige was van die toernooien, dat was het belangrijkste eigenlijk voor ons, was eigenlijk de oefenronde. Dan werkte de Tour nog met startlijsten. En dus als je dinsdagochtend op toernooi kwam, moest je je inschrijven op een startlijst. Nu ga je gewoon naar de tee en staan er misschien 3 groepen of 4 groepen, dan moet je wachten. Toen hadden we startlijsten. En wat deden we dan? 7 uur 's ochtends naartoe. En dan gingen we kijken waar staat Lange, of waar staat Valdo, of waar staat Ballesteros. En dan schreven we onze naam daarnaast, zodat we oefenronde met de jongens konden spelen. Maar 9 van de 10 keer kwamen we te team, maar dat was heel Ballesteros, Valdo niet te vinden. Dus ik moet zeggen dat ik wel met Lange een keer gespeeld heb met Valdo, 2 of 3 holes. Jean van der Velde, Harrington, dus dat soort jongens wel. Maar dat was heel, herinner ik me als bijna nog het belangrijkste van die, dat je daar zo tegenop keek. En na 2 dagen was het altijd afgelopen, want ik als amateur heb ik het nooit gehaald het weekend. Maar dat was het hoogtepunt, Het was het mooie was, kijk, nu spelen we week in week uit een toernooi op de Tour. Toen was het zo dat je daar helemaal naartoe leefde en dan was het dus afgelopen en dan moest je weer een jaar wachten. En dat was zo een soort van teleurstelling, maar het was mooi als amateur, zeker. Je hebt de cut niet gehaald als amateur. Gaf het je wel energie om door te gaan? Van hier wil ik inderdaad volgend jaar weer zijn?
Ja, het grappige was dat ik mijn eerste KLM Open of Dutch Open speelde toen ik 20 was. En toen golfde ik net 5 jaar. Dus het was ook niet zo raar dat ik het niet haalde, vond ik zelf. Ik dacht van, nou, als ik nu al mee kan met de beste van Europa, dan gaat er iets niet goed. Dus het was ook geen verrassing. Maar ik speelde altijd wel redelijk. Ik miste de kut met een paar slagen. Er was niks om me voor te schamen. Maar de hele entourage, het hele circus en hoe de baan geprepareerd was, gaf inderdaad wel voor mij het idee zoiets van, ja, weet je wat, hier wil ik wel deel van uitmaken. En dat, ja, dat was altijd wel gaaf. Had je ooit gedacht dat je het 20 jaar vol zou houden? Dat is een goede vraag. Nee, misschien niet. Ik ben altijd, ik ben tenminste 2 of 23 ben ik prof geworden. En toen zei ik van, nou, ik ga het 3 jaar proberen eigenlijk. Of 3 tot 5 jaar. En na 3 jaar was het niet slecht, maar het was niet heel goed. Het heb ik de kans gekregen van het Rijk van Nijmegen toen nog, van meneer Hoogrecht, om nog 2 jaar door te gaan. Hij zei van, nou, ik wil je toch nog wel 2 jaar sponsoren, want... Ja, weet je hebt eigenlijk altijd gezegd 3 tot 5 jaar misschien wil ik een kans geven. Toen kwam de doorbraak in Dubai. En ja, toen ben ik doorgegaan natuurlijk. Maar ja, als hij misschien die kans niet gegeven had, dan had ik dat misschien niet gedaan. Want ik ben altijd iets van, ja, ik ga niet doorsukkelen als het ware. Er moet wel schot in zitten. En, maar dat ik 20 jaar op een vrij hoog niveau of hoog niveau zou spelen, dat had ik denk ik zelf ook niet gedacht op dat moment. Spelen in eigen land is altijd heel bijzonder. Wat betekent het KLM ook voor jou? Ja, het is zeker bijzonder. Omdat zeker vroeger, toen golf misschien nog niet zo groot was in Nederland. Toen had je het idee dat er 1 toernooi was in Nederland. Daar moest je laten zien dat je kon golfen. En als je daar niet kon eigenlijk, dan dacht heel Nederland dat je misschien niet zo goed was. Terwijl je gewoon wel je Europese toerkaart elk jaar haalde. Maar dat was een beetje het ding in Nederland. Er was maar 1 moment om je te laten tonen of laten zien aan het publiek. En dat is nu veel anders. Mensen die weten zoveel van golf. Die volgen het zoveel. Ook natuurlijk door de media en de internet en dergelijke. Dus nu is het een deeltje van de Europese Tour. Vroeger was het 1 belangrijk ding. Maar nu is het wel zo dat... vroeger was het ook apart als 1 Nederlander het haalde. Dit jaar halen geloof ik 7 Nederlanders de kut. Dus het geeft wel aan hoe enorm gegroeid het is. En hoe een belangrijk iets het KLM Open in Nederland qua golf is nu. Dat is toch wel een heel groot iets geworden. In vergelijking met misschien 20 jaar geleden. Hoe zeer is het toernooi veranderd in 2 decennia? Ja, wel heel veel, denk ik. Dat, toen ik natuurlijk begon, was het nog Robbie van Ervedoris die het organiseerde. Ik herinner me in 2003 dat Maarten gewonnen heeft in Hilversum. Dat echt misschien wel de redding was van het Dutch Open toen. Ik dacht dat we toen 1 speler uit de top 100 hadden die meedeed op dat moment. Volgens mij Søren Hansen, als ik het goed herinner. En nu is het een heel sterk veld. Het publiek is enorm toegenomen. Het is een van de grootste sportevenementen van Nederland. En ik denk wel ook, als je kijkt naar de Europese Tour, een van onze grootste toernooien die we hebben. Dat zag je ook afgelopen zondag aan Casey in het interview. Dat het heel bijzonder was voor hem om hier te winnen ook. En dat was heel mooi. Dus het is enorm gegroeid. En ik denk dat het, als we het zo kunnen houden, ik denk niet dat het nog veel groter kan worden. Natuurlijk kan je zeggen van, nou, moet de voets misschien een keer halen of zo. Maar ik denk dat het aan het toernooi niet veel meer brengt. Ik bedoel, ja, dan krijg je 1 jaar heel veel toeschouwers. Maar daarna dan weer valt het weer terug, zeg maar, zoals het nu is. Dus ja, een toptoernooi. En ik denk niet dat we meer mensen moeten hebben dat het goed is zoals het nu is. Je hebt het niet elk jaar even goed gedaan, heren. Nee, die haat-liefdeverhouding die heb ik volgens mij wel dit jaar doorbroken. Maar het is raar. Het is, je wil goed spelen in eigen land. En misschien dat die druk, en dat zeg, heb je ook, tenminste zeker vroeger veel aan Maarten gezien. Die struggelde ook altijd best wel met de kut halen. Alleen het goede van Maarten is dat als die het weekend haalde, had hij vaak een heel goed weekend. Waardoor hij ook een paar goede uitschieters had en zelfs heeft gewonnen. Maar het grappige is wel dat Daan een paar weken terug liet mij de gemiddelde scores zien van het KLM Open. En die waren eigenlijk best wel goed. En dat tekent ook een beetje mijn carrière. Er zijn nooit heel veel uitschieters, maar het is vaak gewoon steady. 20ste, 25ste en that's it. Dat is op zich heel goed, maar ja, daar ga je niet meer winnen. En dat is me dus ook helaas niet gelukt, maar goed. Wat is in die 20 jaar jouw mooiste herinnering? Ja, tot afgelopen zondag was het... Was er niet zoveel, moet ik zo zeggen. De hole-in-one op 11 hier een aantal jaar geleden was zeer bijzonder. Ik moet ook wel zeggen dat ik
Een rondje wat ik herinner met Dylan en Steve Webster op Hilversum, ik denk 3-4 jaar geleden. Op de zaterdag, dat was een echt leuk rondje. Daar hebben we heel veel plezier gehad alles. En ja, dat was echt een mooi rondje zoals het KLM Open moet zijn. Maar goed, afgelopen zondag was dat was niet alleen het hoogtepunt van het KLM Open voor mij. Maar ik denk dat je ook bijna kan zeggen het hoogtepunt van mijn carrière. Zo afscheid nemen van het goede moment is uniek. En wat hier gebeurt op de KLM Open is een fantastisch iets naar Dubai en Madeira. Het derde hoogtepunt van mijn carrière. Wat maakt het zo bijzonder? Kun je dit iets toelichten? Ja, het natuurlijk heb je in het begin van het jaar kondig je aan dat je stopt. En dan hoop je dat je dat op een hele goede manier doet. Door een goed seizoen te draaien, door in ieder geval je kaart te houden. Door in Nederland het weekend te halen. Maar ja, alles klopte deze week, om het zo te zeggen. Dus ik haalde het weekend vrij makkelijk. Was heel relaxed in het weekend. Mocht ondanks de 2T start die we hadden op zondag op de eerste hole starten. En daardoor dus ook op 18 eindigen in een van de latere flights die dag. Mooi weer. Ik bedoel, als het met pakken uit de hemel komt, is het ook een heel ander verhaal. Maar alles viel samen. Een mooi rondje. Uiteindelijk mijn beste resultaat ooit in een KLM Open, 11e plaats. En dan inderdaad de waardering krijgen die ik kreeg hier op 18. Dat kan je gewoon niet bedenken. Dat is, dat krijg je tranen van in je ogen. En dat bleek ook. Dat was heel duidelijk. Die waren niet te stoppen. Mooier dan dit had het bijna niet gekund. Nee, ik denk dat je kan zeggen dan had ik het moeten winnen. Of dan had ik misschien die lange putnet moeten maken. Maar mooier had het niet gekund. Het was het afscheid in stijl wat ik voor ogen had. Ook de reden waarom ik het zo heb gedaan, zeg maar. Dat ik op eigenlijk het hoogtepunt wil stoppen. Nou, en dat is eigenlijk zeker gelukt. En dat het zo mooi zou zijn, ja, dat had ik alleen maar kunnen dromen.